Spanning en sensatie. Ja, dat kunnen we wel zeggen inderdaad. Spanning en sensatie. Gisteren waren we in Veiligheidsmuseum Pit in Almere. Dat is natuurlijk een leuk uitje tijdens de zomervakantie. En je zei het net al eventjes, Arnoud. Ja. Als je nu tegen je kinderen zegt... jongens, we gaan vandaag naar de Orchideeën Hoeve in Luttelgeest. Ja. Dan denk jij dat kinderen denken... ja, nou, dat Orchideeën Hoeve. Nou met een orchidee? Dat lijkt me zo saai, zeggen kinderen dan misschien wel. Maar dat is helemaal niet zo. Toch, Richard... jij bent dierenverzorger bij de Orchideeën Hoeve in Luttelgeest. Ja, goedemiddag mannen. Dat klopt helemaal. Dierenverzorger hier in de Orchideeën Hoeve in Luttelgeest. Ja. En jij lijkt echt een, voor de kinderen denk ik wel een soort... ranger, hè? Ja, een ranger inderdaad. Ja, het ziet er allemaal heel spannend uit. Ja, zeker weten. Een beetje het Freek Vonk gehalte zo, hè? Ja, precies. Ja, Freek Vonk gehalte van Flevoland. Dat soort dingen, ja. Wat doe je allemaal in de Orchideeën Hoeve? Van alles. Ik verzorg hier dus de dieren. Nou, we krijgen steeds meer dieren. Vroeger was de orchidee of natuurlijk echt alleen voor planten. Nou, voornamelijk voor orchideeën natuurlijk. Maar tegenwoordig hebben we natuurlijk een vlindertuin met duizenden vlinders vliegen erin. We hebben aapjes, we hebben een papegaaientuin, we hebben meervallen. En tegenwoordig hebben we ook een paar spannendere dieren zoals slangen en spinnen. Ja, dat is vooral collega Arnaud Plakett is daar heel erg in geïnteresseerd. En die gaan we zo meteen ook nog later in het programma eventjes zien, heb ik begrepen, Richard. Maar ik zei net eventjes, als kinderen dus inderdaad denken de Orchideeën Hoeve, is dat niet een beetje saai? Dat is echt niet saai, hè? Nee, want je mag tegenwoordig zeggen dat het een officiële dierentuin is, toch, Richard? Ja, inderdaad. We hebben een dierentuinvergunning. Dus we zijn nu echt een officiële dierentuin. Dus dat betekent in principe ook dat we nu... veel dieren mogen hebben. We kunnen bijvoorbeeld ook olifanten doen. Niet dat we dat gaan doen natuurlijk, pas niet helemaal in ons straatje. Maar in principe zijn we een officiële dierentuin. En dat betekent dus dat we nu echt kunnen uitbreiden met ons dierengehalte. Ja, dat klopt. Het is natuurlijk ook een uitgelezen uitje om dat te doen met minder goed weer. Hebben jullie een speciaal zomervakantieprogramma? Ja, dat klopt. Nou, wat je zegt, het is ideaal met dit... tot nu toe is de zomer nog best wel regenachtig. Dat is voor ons natuurlijk eigenlijk wel positief. Want misschien kunnen we even omhoog kijken. En dan zien we inderdaad dat het hele bedrijf volledig overdekt is. Nou, inderdaad met slecht weer is het hier heerlijk toeven. Want je bent lekker droog, lekker in de jungle. Maar ook met warm weer valt het mee. Want zoals je wel goed kan zien, door dit dak kun je niet heen kijken. Voor de zomer sproeien we namelijk altijd een beetje kalk op het dak. Waardoor het op hele warme dagen binnen gelukkig niet zo heel warm is. Dus door middel van die kalk halen we de ergste warmte een beetje weg. En voor kinderen is er een boel te doen. Kinderen kunnen een gratis speurtocht krijgen. Dus dan kunnen ze overal door de tuinen lopen. Moeten ze opdrachten zoeken, stempels halen. Nou, we hebben allemaal leuke wildpaadjes door de jungles heen. Dus heerlijke middag voor kinderen. En we hebben natuurlijk een gloednieuwe speeltuin. Die is ongeveer 1000 vierkante meter groot. Dus kunnen de kinderen ook nog lekker afvotten. Ja, jij zegt ook van hier in de jungle. Het schijnt dat jullie een echte ontdekkingsreiziger daar hebben. Hè, die de jungle doorkruist. Dat klopt. We hebben hier sinds kort hebben we hier ontdekkingsreiziger John Forrest lopen. En die is dus op zoek naar allemaal wilde dieren en wilde planten. En die geeft iedere middag om 2 uur geeft hij daar een show mee ook. Inderdaad. En dan kunnen kinderen de planten en voornamelijk de dieren kunnen ze live aanschouwen. Had jij ook iets over een heel bijzondere plant nog of wil je dat zo meteen doen, Richard? Laten we dat zo meteen doen. Die pak ik er zo meteen even bij. Dat is de paradijsvogelbloem. En ook wat dieren, toch? Klopt. Ja, de witte morfo, daar zijn we ook nog wat dieren, ja. Goed Richard, komen we zo meteen bij je terug. Dankjewel.